kasteel hier achter mij vormt het decor van de 49ste editie van Artimont. Het is druk, kunst staat vandaag centraal en ontluikend is het thema. Ik ben ontzettend benieuwd hoe de straattheateracts en de kunstenaars dat verwerkt hebben in hun thema's. Kom mee, we gaan samen op ontdekkingstocht. Dit jaar is het laatste jaar in de huidige vorm van Artimont. Artimont gaat in 2014 samen met Jazz in Catstown een nieuw festival opzetten dat ook in het kader van Brabant Culturele Hoofdstad een belangrijke rol moet gaan spelen om Helmond daarin op een prachtige manier neer te zetten. Het thema is ontluikend. Ja. Waar zien we dat nou in terug, specifiek in het straattheater vandaag? Ontluikend wil eigenlijk zeggen dat iets tot bloei komt. Dat zien jullie waarschijnlijk niet, maar de straatartiesten, net zoals Dado die erachter optreedt, is een hele normale kleine man die binnenkomt. Daar zie je niks van, maar op het moment dat hij zijn act doet, ontluikt hij helemaal. En zo hebben we verschillende acts. Het is klein, maar als het eenmaal publiek bij is, dan zie je het ook, komt allemaal bij. En dan wordt het tot iets heel groots en heel moois. Ja. Een hele mooie grote vlinder. En je hebt al wat rondgekeken op het terrein. Is dat tot nu toe bij iedereen gelukt? Ja, we zijn eigenlijk net begonnen. Hè? De piek zit nu, denk ik, rond 2, 3, 4 uur. En je ziet overal, het is verrassend, overal komt iets naar voren. Iets ontstaat, een straattheateract of een loopact. En dan komen meteen mensen op af en dan wordt het meteen iets groots. Ja. Dus je kijkt eigenlijk nu al tevreden terug op het festival. En we zijn maar net begonnen. Eens kijken. Jullie hebben ze net opgetreden voor een vol publiek. Voor vol publiek. Ze kijken aandachtig mee. Ja, snap er niks van. Is dit waar jullie iets voor doen? Nee, we doen het voor het geld. Ja. Want hoeveel verdient het nou? Best veel. Ja. We schrokken er zelf ook van. Ja. Want we konden eigenlijk helemaal niet, we wilden ook helemaal niet. Maar goed, zeiden ze, krijg je dit voor? Ik denk, is goed, doe. Yes. En waarmee verdien je het nou? Want wat voor weet zijn jullie? Weet ik ook niet. We kunnen niks, eigenlijk. Ja. We kunnen allemaal niks. We hebben wel, maar je blijft constant in je acteerrol, hè? Nee, zo ben ik gewoon. Ja. Dus nee, zo ben wie je ik gewoon. Ben, ja, ja. Ik speel mezelf. En dat kan eigenlijk niet, want ik ben mezelf. Dus dat gaat eigenlijk helemaal niet. Ja. This was made by school children. The particular school, you'd actually have to get the name from my friend Jenny over there. And they just put this all together just for the festival today, a bunch of kids. Ontluikend is het thema. Waar zit hem bij jou dat thema in? Ik heb stiekem niet over nagedacht. Ik heb me niet laten inspireren door. Of ik heb geen thema aangehouden. Ik kom hier om mijn werk te laten zien en de reacties van de mensen is te polsen. Ja. En wat zijn die reacties tot nu toe? Ja, wel positief. Ja. Dat ik ermee door moet gaan. Dus, Dat is het belangrijkste. Ja. Staat hier midden op een kunstfestival, niet naar kunst te kijken. Mevrouw, hoort u niet bij de kramer te gaan staan? Jawel, ik ben net bij de kramer geweest. Kijk, oh. Ik heb al heel veel kaarten gekocht. Oh, u heeft al gelijk de portemonnee erbij getrokken. Ja, precies. Ja. Dus het is vandaag zeker de moeite waard om naar Artimont toe te komen? Is helemaal zeker. Ja. Zeker de moeite waard, altijd. Ontluikend is het thema. Heeft u daar iets van gemerkt vandaag? Ontluikend? Nou, van heel veel dingen wel ontluikend, ja, vind ik wel. Ja, wat was het meest bijzonder. Ontluikend? Nou, ook de beelden, de beeldende kunst. Ja. Ja, want dat is uw favoriete soort kunst? Nee, schilderij.
werken jullie met de organisatie ontzettend hard om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Klopt. En dan krijg je te horen dat je volgend jaar samen moet met Jazz & Cat staan. Nieuwe uitdaging. Ja? Ja. Leuke uitdaging? Tuurlijk. Persoonlijk vind ik dat je moet blijven vernieuwen. En dit is gewoon een extra reden om te gaan vernieuwen. Dus ja. Nu doen jullie dat al via Twitter, hè, dat vernieuwen. Ja. Vandaag wordt er ook weer vernieuwd, een ander thema. Ja, klopt. Wat verwacht je dan van volgend jaar? Ja, dat moet echt nog helemaal vorm gaan krijgen. 28 mei is er een grote bijeenkomst waar iedereen mag aansluiten. Waar jij jouw idee mag vertellen over het nieuwe festival. Ja. We kijken gewoon naar input van buitenaf. We gaan zelf aan de slag. We gaan als organisatie Jazz & Cats. Dus ja, het moet echt nog helemaal gaan ontstaan. Dus kom met ideeën. Dit jaar maakte me natuurlijk heel veel zorgen over het weer. Want het was de hele week erg bedreigend. En met name voor deze zondag werd een behoorlijke zwarte wolk aangegeven. Mm-hmm. Tot het laatste moment. Ja. Maar iets heeft meegespeeld dat uit deze zwarte wolken geen regen is gevallen. Ja. En wat dat precies is, weet ik niet. Maar misschien omdat het uw laatste editie is als voorzitter? Ja, wie weet dat daar dan toch een stukje voorzienigheid aan te pas is gekomen. Die gezegd heeft, dan moeten we in ieder geval toch nog een leuk slotakkoord wensen met Artimont. Ja. En ik vind... Als ik zo ook luister naar de reacties van de mensen, dat het weer een evenement is geweest wat de mensen boeit en wat, laat ik zo zeggen, de mensen ook aanspreekt. Ja, terwijl ik hier achter mij met het publiek nog lekker geniet van de act op Artimont, ga ik zo langzaamaan maar eens naar huis zometeen. Het zit erop, Artimont 2013. En het was een leuke 49ste editie. Veel gezien en qua mij betreft was het wel ontluikend. Tot volgend jaar.